Dit is Errol. En Errol heeft niks te klagen. Hij heeft zijn muziekinstallatie en zijn lichten. Maar sinds kort heeft hij toch een hardnekkig probleem. Er ligt namelijk ongeveer 1000 lege Pedje flesjes in zijn huis. Achter de tv? Zo. Ja. De reden is simpel. Hij kan de bierflesjes niet inleveren voor statiegeld. Dat kan alleen in België, waar de speciaal biertjes gemaakt worden. Dus je kan dus alles inleveren bij Albert Heijn tegenwoordig, zelfs kleine waterflesjes. Maar hele dure, mooie, kegelvormige flesjes uit België, die kun je dan weer niet inleveren, terwijl ze het wel verkopen. Dat vind ik een beetje vreemd. Tijdens het interview blijkt dat Errol niet de enige fan is van Pedje. Even de vliegen weg, hè? Als het goed is, zijn ze dan zo weg. Nou. Ik zie ze nog, hoor. Ja, ogenblik. Christian tegelijk. Oh, kijk uit voor de camera. Dat Errol de flesjes niet in de glasbak gooit is begrijpelijk. Want voor alle flesjes krijgt hij ongeveer 1000 euro aan statiegeld terug. Ja, ik lust hem niet meer. Te veel gedronken? Ja, het is wel een beetje uit mijn smaak. Dat kan ik me voorstellen als ik die zak achter de tv zie. Hij moet me ook denken aan corona binnen zitten. Dus ik associeer het ook met een nare periode. Het is een vrij uniek flesje. Ja. Het is vrij uniek gebrouwen. Ja. Het heeft een vrij unieke smaak. Is er iets mooiers dan dit flesje? Ja, de Volle Maan. Errol vertrekt over een paar weken met alle zakken naar België om dan eindelijk zijn statiegeld te innen.